Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar Fem. En aangezien ik zo meteen over een paar uur alweer op Schiphol moet zijn, leek het mij heel erg leuk om een video te maken waarin ik laat zien wat ik meeneem in mijn make-up tasje voor op reis. Ik ga een beetje naar Barcelona, dat is met school deze keer. Maar ja, natuurlijk neem ik natuurlijk heel erg veel spulletjes mee, want ik vind het gewoon leuk. En ja, het is nog wel een beetje een fout tasje, want er staat nog kerst op. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik laat gewoon zien wat hier allemaal in zit. Het is best wel veel. Maar laten we maar gewoon beginnen. De tas die ik gebruik als make-up tas is deze. En deze heb ik ooit gekregen van Boohoo. Echt net voor kerst. Dat staat ook op Night for Christmas. Ik vind hem gewoon super fijn omdat hij gewoon lekker van katoen is. Hij is super flexibel. Ja, er kan echt van alles in. En hij is heel erg groot. En je ziet ook echt al die make-up vlekken. Best wel ernstig eigenlijk, maar ik vind hem in ieder geval heel erg leuk. Zoals je ziet zit hij behoorlijk vol. En je ziet in het eerste gezicht vooral heel veel pasta. Nou, ik begin met make-up producten, want dat is eigenlijk gewoon het leukste. Hier heb ik de 24 Hour Photo Finish Shadow Primer van Smashbox. En dat is gewoon een oogbasisschaduw. Daarnaast heb ik deze Skin Luminizer Foundation van Max Factor in de kleur Natural. En ik moet eerlijk toegeven dat ik echt normaal nooit foundation gebruik. Ik heb gewoon altijd BB Cream gebruikt, maar echt de laatste weken vooral is mijn huid echt... Ja, het is echt gewoon vol met onzuiverheden en het is best wel ernstig. Dus ik ga nu even tijdelijk voor foundation, wat nu best wel ernstig is. Ik denk persoonlijk dat het komt door bijwerkingen, maar ik weet het niet zeker. Daarna mijn favoriete blush. Ik gebruik deze blush echt al heel lang. Nou ja, op zich, ja, ik weet niet, MAC blushes gaan altijd super lang mee. Ik gebruik deze echt al een paar maanden, maar er zit nog heel veel in. Volgens mij al van de limited edition, dus ik weet niet of hij nog verkrijgbaar is. Maar hij heet Sweet Sentiment. Ook van MAC, deze highlighter. Ik ben ook echt fan van deze highlighter. Echt super mooi wit met toch een soort van gouden glans erin. Dit is Regular Affair. Kijk jongens, deze plaatjes zijn ook al helemaal vies. Het kan eigenlijk echt niet, maar struggles van een beauty blogger. En dat is een van mijn favoriete lipproducten van NIC. De Intense Lip Color. En ik vind deze heel mooi. Het is echt een beetje een nude kleur. Kijk. Beetje... Ja, het is wel een beetje nude, maar ook net iets donkerder. Hij staat niet te heftig, zeg maar. Maar hij is heel lekker romig. En ik vind deze zo fijn om even snel op te smeren als ik net iets extra's wil. Ik vind lipproducten echt zo leuk. Ik heb altijd wel lipproducten in mijn tas zitten, zeg maar. Ik vind het gewoon leuk om elke keer iets anders om mijn lippen te hebben. Deze is van Max Factor. Ik kom even niet uit het woord. Maar op mijn blog heb ik een review geschreven. Link hier beneden. En deze is Charming Coral. Is eigenlijk een soort getinte lipbalsem. Ik vind hem erg mooi. Die is een beetje koraalkleurig. Hij is niet echt gepigmenteerd. Maar net voor net een klein beetje extra kleur is hij heel mooi. Dit is echt een van mijn favoriete paletten op het moment. Dit is van Warrior Brown. De Smoking Nude collectie. Een review zit ook op mijn blog. Maar kijk. Dus heeft zulke mooie kleuren. En dat ik soms op een dag gewoon in daily life net iets meer wil. Gewoon een beetje zin heb in oogschaduw. Vind ik vooral die kleur heel mooi om te gebruiken. Heel mooi mat. Die gebruik ik ook wel eens. En af en toe die. Maar meestal die. Breng ik die heel licht aan in mijn arcadeboog. Ook deze lipstick van Bobbi Brown. Deze heet Warm Nudes. En je ziet dat ik hem al best wel vaak heb gebruikt. Ik vind het een hele mooie nude kleur. Nu is hij best wel gepigmenteerd. Normaal breng ik hem iets lichter aan. Maar... super mooie nude kleur. Hij is overigens ook heel erg mooi mat. Ik heb een van mijn favoriete lipsticks. Deze bronzer van Art Deco. Gebruik ik ook dagelijks. Je ziet dat hij al best wel veel is gebruikt. En deze heb ik echt pas een maandje of zo. Maar heel fijn is deze van de nieuwe zomercollectie. Het is trouwens wel een limited edition. De Bronzer Powder Compact. De Maybelline Fit Me Concealer. Normaal is de Collection 2000 concealer echt de heilige concealer voor mij. Maar die zijn dus op en die is alleen in Londen te koop. Dus die heb ik niet meer thuis. De Maybelline Fit Me Concealer is echt een favoriet van mij in Nederland. Maar hij is echt gewoon helemaal leeg. Het is echt erg. Ik zit elke keer dat ik hem gebruik te schrapen. Dus ik moet hiervan ook echt een nieuwe gaan halen. Even kijken. Nou, mijn blushkwast. Ik heb ze trouwens vanmiddag gewassen, dus ze zijn nog een beetje nat. Mijn blushkwast, deze is van Real Techniques. Vind ik erg fijn. Het is eigenlijk een kabuki brush, maar die kan je ook voor de blush gebruiken. Fijne kwast. Zeker een aanrader. Sowieso Real Techniques met kwasten. Heel fijn. De Doomed Bronzer van Ecotools. Voor mijn bronzer, hij is erg groot, dat wel, maar ik vind hem gewoon heel erg fijn. Een hele oude kwast, ik gebruik hem denk ik nu al 3 jaar. De Buffer Brush van Zuffa. En het is heel mooi voor je foundation of BB Cream mee aan te brengen. Je krijgt een heel mooi luchtig effect.
heel erg fan van. Inmiddels hebben ze deze volgens mij in hun collectie. Hebben ze een nieuwe versie van de Buffer Brush. Maar Jouva is echt een geweldig budgetmerk voor kwasten. Oh, kijk, nog een lipproduct. Dit is ook die van zo'n Max Factor. Deze is net iets meer roze. Zie je? Nog twee kwastjes voor de crease. Oogschaduwkwastje. Speciaal voor mijn wimper extension, zodat de lijn beter blijft zitten. Dat breng ik elke dag even aan. Ziet een heel mooi. Ik gebruik namelijk geen mascara, maar ik heb wimper extensions. Nu nog een paar kwasten gewoon voor de zekerheid. Deze is nog voor concealer. Van EcoTools. Ook van EcoTools een eyeliner kwastje. Maar ik vind deze heel fijn voor mijn wenkbrauwen. Oogschaduwkwastje van Jouva. Deze is ook voor de wenkbrauwen. Vind ik erg fijn ook. Concealer kwastje van Art Deco. Een borsteltje voor mijn wimper extensions. En dit is van, hoe heet het, van Maybelline, een wenkbrauwproduct, een nieuw wenkbrauwproduct. Die ben ik ondertussen ook aan het testen en neem ik ook even mee zodat die daar ook kan testen. Aan de ene kant heeft hij een soort sponsje waarmee je de kleur goed kan opvullen. En aan de andere kant een soort pennetje waarmee je kan tekenen. Deze moment niet te vergeten. En nog een mooie natural lip liner van Art Deco. Oeh, daar komt niet heel erg van uit, moet ik hem even sluipen zo meteen. Zie je, maar ik vind hem wel erg mooi als ik net iets meer wil, maar niet iets too much, zeg maar. En that's it. Nu is hij helemaal leeg. Dit was het dan. Dit zijn de spulletjes die ik meeneem op reis. Ik hoop dat jullie het in ieder geval een leuke video vonden. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie snel weer. Bedankt voor het kijken. Doeg! Nou, de eerste serie die ik jullie als tip ga geven is de Hedderwell serie van MAC Cabo. Ik denk dat je haar naam zo...